De gemeente Sittard-Geleen heeft een bruisend verenigingsleven. Dat blijkt wel uit de 7e editie van het boek Feestelingen en historische mijlpalen uit Sittard-Geleen. Wethouder Bert Kamphuis ontving op zondag 25 januari in buurthuis De Heremiet in Geleen het eerste exemplaar. Het geeft een hele rijke schakering van allerlei feestelingen. Zo, de titel zegt het al, historische mijlpalen die in het jaar 2014 zijn gevierd. Dus dan moet je denken aan jubilea van verenigingen, carnavalsverenigingen, maar ook allerlei andere instanties. Maar ook 70 jaar geleden dat we bevrijd zijn, de Tweede Wereldoorlog. Dat vierden we ook in 2014. Dat soort zaken worden allemaal in het boek samengevat met de verhalen die daarbij horen. Het boek wordt uitgegeven door Stichting Cultuur Historische Uitgaven Geleen en Stichting Museum en Expositie Geleen. Er werden diverse jubilerende verenigingen benaderd voor het boek. Een aantal leverden uit zichzelf een bijdrage. Nou, we doen een oproep aan jubilarissen en verder melden mensen zich ondertussen bij ons aan, omdat ze weten dat wij altijd met dit boek bezig zijn. We proberen zoveel mensen te bereiken, maar het is af en toe moeilijk omdat je toch later in het jaar merkt van er zijn jubilarissen die je niet in het boek hebt en dat is best jammer. Schutterij Marcelines en Petrus uit Geleen is een van de jubilerende verenigingen. Zij bestond in 2014 375 jaar. Ook de schutterij heeft een bijdrage geleverd aan het boek. Wij bestaan 375 jaar en we hebben een boek gehad tot en met 25 jaar geleden. Dat was geschreven door Ad Hogeboom en Frits Hermans. En dat is dus 25 jaar geleden gestopt. En vanaf die datum ben ik gewoon logisch alles gaan opschrijven en uit gaan zoeken om van daaruit het boek vervolg te geven. En zodat we een naslagwerk hebben wat compleet is. Het verenigingsleven is voor inwoners heel belangrijk. Veel inwoners zitten bij een organisatie als deelnemer of als vrijwilliger. Het is van belang dat jongeren betrokken moeten worden bij de verenigingen. Nou, het belang is, je hebt het vandaag al vaker gehoord, het brengt de mensen geluk, het brengt een soort eenheid onder de mensen. Het is gewoon wat je ook in de stad moet nastreven, het dorpsgevoel waar iedereen iedereen kent, waar iedereen op iedereen let. En dat vinden we ontzettend belangrijk en dat zie je ook hier gebeuren, hè? Want de mensen bij elkaar zijn, elkaar nog meer beter leren kennen. En je kunt ook een aanspraak doen op mensen die je goed kent. Zoals je ziet hebben we een kleine jonge dame van Joy die 11 jaar is een mooi stukje een gedichtje laten oplezen. En kinderen worden zelfs al bij de geboorte opgegeven. Zelfs de zoon van onze wethouder Leo Geijlen is al opgegeven bij de geboorte bij de schutterij. En zo blijf je telkens weer een nieuwe kiem leggen voor het vervolg en voor de toekomst. Nou, je ziet het al aan dit boek. Als je merkt dat we al 7 jaar lang dat de stichtingen MEG en SCHUG erin slagen om zoveel jubilarissen van verenigingen te bundelen in zo'n boek. Dat betekent dat het verenigingsleven enorm rijk is in onze gemeente. En het bloeit, het tiert welig. En we zien dat nou met de carnavalstijd overal. Want we zijn nu met het college van BNW, moeten we bijna dagelijks naar allerlei recepties, gelegenheden om al die verenigingen die geluk te wensen met de nieuwe prinsen en met de jubilarissen erbij. Dus nogmaals, je zag het ook aan de manier waarop we het OLS hebben georganiseerd. Sittard-Geleen qua verenigingsleven is helemaal top.